Het college van Nijmegen heeft grootse plannen met het stationsgebied in Nijmegen. In 2018 heeft de gemeente met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgesproken om de perrontunnel door te trekken naar de westzijde van het station en hier een nieuwe westelijke ingang te maken. Die wordt nu door ProRail uitgewerkt. Ook zijn er plannen om iets te doen aan de veiligheid en de drukte op het stationsplein. Verschillende alternatieven zijn onderzocht, maar het college heeft de voorkeur voor een verdiepte ligging van de fietsroute, gecombineerd met een centrale bushub, waarbij lijn 10 een aparte positie heeft. Lijn 10 is de drukste buslijn van de stad, die in dit alternatief twee perrons krijgt voor het Mercure Hotel. Het gaat toch wel om toekomstmuziek. Het is niet bekend wanneer besloten wordt of en wanneer deze plannen werkelijkheid worden.